andere dimensie, en daar komt u misschien eigenlijk wel voor, en dat is ons Mariabeeld. Het Mariabeeld, vermoeden wij, dateert ongeveer van de jaren 1600. Wat was er gebeurd? De Calvinistische christenen, ja, die lezen graag het woord van God. Ze zingen daar ook graag over, preken daar ook over. Dus orgel en preekstoel zijn voor hen het belangrijkst. Maar zo het laatste avondmaal in herinnering houden, dat is voor hen zeer uitzonderlijk. Ook zo beeldmateriaal, zo de Bijbel afbeelden, dat vinden ze toch maar, ja, dat is een beetje te frivol. De Bijbel staat nu eenmaal en geen afbeeldingen maken. Maar de katholieken die zeggen, ja kijk, afbeeldingen, dat heeft eigenlijk te maken in een tijd dat als men houten beelden maakte, dat men die beschouwde als magische cultusobjecten die een goddelijke kracht in zich droegen. En dat werd dan natuurlijk een bron van afgoderij. Terwijl voor de katholieke christenen is eigenlijk een afbeelding, ik zou zeggen, een beetje zoals een pasfoto, beeld, zo gekleed wordt, met een voorschoot. Want wat zeggen de gelovigen? Die zeggen, ja kijk, Maria, die willen wij eren, ja, het is een bijzondere vrouw, maar ja, die geeft niet zomaar een gewoon kleedje, en ook geen gewone voorschoot. En naar wie kijken ze dan? Wie is in die tijd, in de jaren 1600, wie zijn zo de speciale dames? Dat zijn niet popsterren, want die waren nog niet aan het firmament verschenen toen, maar dat zijn de koninginnen. En dus de Spaanse of de Britse hofmode, die staat voor, als voorbeeld voor de meest speciale vrouwen die er op aarde zijn. Die voorschoot op zijn Spaans, die is een beetje breed. En weet je waarom dat is? Dat is niet voor zo'n beetje luchtigheid hier te hebben op de eerste plaats. Dat is om de mensen wat op afstand te houden. Keep distance. Dus het is niet omdat het één beeld is van de barok en de mantel van de barok, dat er in de barok geen evolutie is. De smaak, de kleuren worden meer pastelkleuren in de 18e eeuw, een beetje meer zilverdraad in, een beetje meer bloemetjes in. Dus dat vinden we ook terug in het Mariakleed. Maar in 2001 is het modejaar en de nieuwe pastoor hier die zegt, ja kijk, Maria is toch een bijzondere vrouw, een lieve vrouw. Maar hij zag ook dat die Maria's in was onder een glazen stolp, dat die op de vrijdagmarkt verschenen. De bedoeling is dat ik wil drie waarden meegeven. Ten eerste, Maria is een vrouw die authentiek is. Het kleed toont het beeld zoals het is, zoals u op pagina 7 hebt gezien. Dus niet een kledingstuk dat helemaal het lichaam zo inpakt dat je het raden naar hebt. Dus het moet authentiek zijn. Het tweede kenmerk, dat zij, of karakteristiek dat ze als waarde erin wil meegeven, is de eenvoud. Dus het is niet die overdaad van multicolore, dus van allerlei kleurtjes. Het is wit-zwart. Dat zijn nu ook eenmaal de huisstijl van Anne Meulemeester. En ten derde, het was voor mij een beetje verrassend, ze kijk, Maria is toch de vrouw van het leven. Hoe heeft ze dat gedaan? Dat kan u nu wel zien, zij is kunstmatig. Dat is met die pailletten. Er zijn daar tientallen pailletten in verwerkt. Die weerkaatsen wanneer er licht opvalt. En wanneer valt het licht daar het best op? Of viel het licht daar het best op? Dat is 's avonds bij de ondergaande zon. Nu was het wel zo dat mevrouw de Meulemeester, van de Meulemeester, die zei op het moment dat we de aankleding deden, mag ik die pluimen als een soort schoudermanteltje erop leggen? Welk dier ziet u symbolisch boven dat Mariabeeld fladderen? Daar. Wat staat er in de Bijbel? Ja, daar staat de kracht van God zal over u komen. Dus u ziet, in die zin is eigenlijk de modieuze, toevallige, typische aanpak van de kunstenares voor ons toevallig nog een mooie aansluiting voor de traditionele symboliek op te enten.